Vandaag gaan we het hebben over condition monitoring made simple. Dat is eigenlijk het verhaal, zoals SKF, waar we nu mee bezig zijn, waar we vanuit SKF denken dat conditiebewaking naartoe gaat. De innovaties die er op dit moment spelen. Dus het is meer een hoogover verhaal dan dat het echt ingaat op conditiebewaking specifiek. Als er mensen zijn bij de groep die zeggen, nou, ik wil graag nog meer horen over jullie apparaten en jullie softwareoplossingen. Heel graag, maar dan maken we even een aparte afspraak. Dat lijkt me niet om dat in een NVDO-sessie te doen. Uiteraard zal het logo van SKF vaak voorbij komen. Maar het is natuurlijk een vergezicht, een hoog oververhaal. Zoals wij zien dat het groeit. Uiteraard zijn er con-collega's hier vandaag misschien ook aanwezig die daar een andere kijk op hebben. Nou, dat is wel prachtig. Condition monitoring. Als we bij SKF over condition monitoring praten, zal het vaak gaan over trillingsmetingen. Omdat natuurlijk onze lagers doorgaans in roterende installaties zitten. Dat betekent niet dat wij geen naast trillingsmetingen niet iets anders kunnen. Motorstroom, temperatuur, noem maar op. Er zijn veel meer indicatoren die de staat van de machine aangeven. Maar vaak zullen we het hebben over trillingsmetingen. En als we het over meet simpel hebben, ja, dan is natuurlijk de ideale wereld dat je een apparaatje hebt dat je tegen de machine aanzet. Een soort Star Trek apparaatje. En dat je vertelt wat de status is van je machine. Daar zijn we helaas nog niet. Dat is wel de stip aan de horizon waar we naartoe willen gaan. Maar ik denk dat we vandaag in het komende half uur misschien een plaatje kunnen geven. Waar we mee bezig zijn om de stip in de horizon te bereiken. Goed, gaan we verder. Market trends. Want waarom is SKF hier mee bezig? En zijn wij er alleen mee bezig? Nee. De innovaties in onderhoud worden op dit moment natuurlijk vaak samengevat met de kreet Industrie 4.0. De opkomst van technologie in de onderhoudswereld. Als je eigenlijk naar deze slide kijkt, zie je een aantal plaatjes. Ik hoop dat mijn cursor zichtbaar is. Je ziet aan de bovenkant een plaatje van een onderzoek van McKinsey uit 2017. En die hebben eens gekeken van welke taken die op dit moment worden uitgevoerd. Welke taken zijn nou eigenlijk het meest aannemelijk dat die in de toekomst vervangen zullen worden door iets geautomatiseerd. Nou, dan zie je eigenlijk dat de datacollectie en het processen van data daar heel hoog scoren, dat het zeer aannemelijk is dat die in de toekomst met bestaande technologie vervangen gaan worden. Dus wat nu nog mensenwerk is, dat gaat vervangen worden door technologie. Daaronder zie je eigenlijk een plaatje van het CBS, dat is eigenlijk gewoon de toekomst, de toegenomen kosten van arbeid. Mensen worden niet alleen duurder, maar we weten ook allemaal dat goed gekwalificeerd personeel moeilijk te krijgen is, moeilijk vast te houden is. Dus het liefst zou je natuurlijk die kennis die in die hoofden zit van die mensen een stukje in technologie willen stoppen. En ook als je die mensen hebt, dan wil je die natuurlijk zo effectief mogelijk inzetten. Als je een enorm goed getrainde engineer hebt die heel bekwaam is met het doen van conditiebewaking, wil je hem het liefst daarin zetten waar het echt nodig is. Complexe installaties, moeilijke problemen. En je wil natuurlijk niet dat zo iemand de helft van zijn tijd door zijn fabrieken loopt om de data binnen te halen. Wat natuurlijk eigenlijk een taak is die waarbij je niet gebruik maakt van zijn optimale kennis. Dus dat is een stukje in de markt en een reden om te investeren in verbetering van techniek. Als wij kijken naar conditiebewaking, dan kijken we niet alleen naar sensoren. We zien vooral in het verhaal van big data, toen een aantal jaar geleden toen dat opkwam, we plakken alles vol sensoren en we komen vanzelf al met een oplossing. Dat is niet de aanvliegroute die SKF neemt.
alles begint en eindigt nog steeds met een goed onderhoudsconcept. Dus je moet natuurlijk altijd kijken, wat is je business case? Wat is je installatie die je wil meten? Dus bovenin ga je altijd kijken, wat is nou mijn bedrijfsdoelstelling? Welk doel heeft dit bedrijf? De meeste bedrijven zullen niet als doel hebben het consumeren van zoveel mogelijk data. Dat is het doel van Google misschien, maar de meeste businesses in de industrie zullen producten willen produceren. En daar is eigenlijk meer een hulpmiddel dat je kan helpen. En dan moet je uiteraard kijken, wat zijn nou mijn kritische installatiedelen? En welke onderhoudsmaatregel is daar het meest van toepassing? SKF gebruikt daar een RCM-studie voor. Op die manier krijg je uiteindelijk een lijst met installaties die voldoen aan de criteria om er een meting op uit te voeren. Dat betekent dat je een veroudering hebt en een veroudering kan waarnemen. Daaruit ontstaat uiteindelijk je lijst met te meten installaties en de methode waarop je zal meten en de te verwachte faalwijzes. Werkzaamheden moet je plannen, eventueel reservedelen inkopen, werk moet je uitvoeren en daar zit uiteindelijk een verbetercyclus in. Dit is wat wij het AIO model noemen, het Asset Efficiency Optimization model. Eigenlijk gewoon een asset management, een onderhoudsproces. Maar dat is wel de basis die ligt achter metingen. Dat is nu zo, dat zal in de toekomst nog steeds zijn. Dus onthoud even dit plaatje, gewoon asset management, de basis van conditiebewaking. Daarnaast hebben we het over meten, van data to decisions. Hoe kan ik data op slurpen en hoe kom ik uiteindelijk tot een goede beslissing? Grofweg kan je hier natuurlijk twee dingen splitsen. Dat hoor je vaker. Je hebt data en je hebt informatie. Aan de ene kant slurp je een hele hoop parameters op. Rauwe data zegt je nog helemaal niks. Die moet je processen voordat je daar uiteindelijk beslissingen op kan nemen. Heel sec genomen zeggen we eigenlijk, aan de datakant heb je je hardware. Aan je informatiekant heb je je software. Vroeger was die scheiding heel hard. Aan de ene kant ging je meten. Stel je doet een temperatuurmeting. Die temperatuurmeting, 37 graden, dat is gewoon een getal. Uiteindelijk heb je daar natuurlijk achtergrond bij nodig om te beoordelen of iets goed of fout is. Als je naar de toekomst kijkt, zie je eigenlijk dat die grens steeds meer vervaagt. Sensoren worden slimmer. Data bedient zich niet alleen meer van een enkelzijdige bron. Aan de ene kant, zei ik al, het stukje hardware. We hadden vroeger een MicroLog, een online systeem. Nu zie je steeds meer de draadloze sensoren opkomen. Maar ja, een draadloze sensor in zijn eentje is ook nu niet zo slim. Dus die zal geïntegreerd worden in een stukje software. Daarnaast heb je de software om te analyseren. Op dit moment, voor trillingen is dat spectrumanalyse. Op die spectrumanalyse doe je een diagnose. Op basis van die diagnose kan je een beslissing nemen of je onderhoud doet. Nou, als je naar onze traditionele meetronde met een datacollector kijkt, zitten er nog andere databronnen bij? Ja. Dat zal veelal de waarneming zijn van de techneut die de ronde loopt. En op basis van die waarneming en zijn meting neem je een beslissing en adviseert die onderhoudsacties. Daarachteraan heb je veelal natuurlijk de vraag van de onderhoudsmanager. Als jij met een advies komt, hoe lang heb ik nog? Haal ik mijn volgende stilstand? Nou, dat is een stukje prognose. Hoe lang gaat iets mee? Dat is veelal, we kunnen het hier in het laboratorium in Houten, kunnen we dat heel goed berekenen. Als je in de fabriek komt, wisselende omstandigheden, sensorpositie, is dat vaak wat lastiger. Komt dat veel aan op de ervaring van de man die meet of de vrouw die meet. En de kennis die heeft van die installatie en de lagers. Dus dat is maar een itererend
proces om verder te komen. Nou, laten we eens kijken naar de hardwarekant, hoe dat veranderd is. Grofweg hebben we natuurlijk een aantal systemen. Kijk je naar machines met een korte faalhorizon, gasturbines, stoomturbines, compressoren. Daar zal er vaak een protectiesysteem op zitten. Echt bedoeld om in te grijpen in het proces. Daaronder heb je eigenlijk de traditionele online systemen. Dan kijk je vooral naar machines die complex zijn, extreem lage toerentallen, wisselende procesomstandigheden. Dus dat zijn real-time metingen om je installatie degradatie in de gaten te houden. Kan ook ingrijpen in het proces, maar zal het in veel mindere mate doen. Daaronder eigenlijk onze nieuwe telg, de draadloze systemen, een semi-online systeem. Het meet op gezette tijden, maar niet constant. Is het daardoor minder geschikt voor waar wisselende procesomstandigheden. En eigenlijk hier waar we het al over hadden, de handhelds. Je ziet hier het plaatje van de microlog, de alleskunner. Waarmee je kan analyseren, maar ook je conditiemetingen kan doen. Ik zal maar zeggen, het instapmodel, een quick alert sensor met een telefoon, om gewoon trendmatige metingen te doen. Om je op de hoogte te houden van wat er allemaal met je machine gebeurt. Kijken we naar technologie, zie je eigenlijk dat de laatste drie die ik aanwijs, allemaal een cloud wolkje erbij hebben staan. Dus dat is al de verbinding met de buitenwereld. Het zijn geen gesloten systemen meer. Het kan dus ook praten met de buitenwereld. Veelal is het ook al in meer of mindere mate te bedienen vanaf een telefoon. Dus veel meer die schakeling met andere systemen zijn mogelijk. Dus wat dat betreft, waar vroeger systemen gesloten waren, je had je eigen software, je eigen hardware. Daar deed je je eigen analyse op. Zie je dat systemen veel meer open worden, dat je het koppelt met systemen die er al hangen. Zo op die manier, even terug naar het vorige plaatje. Op het moment dat je gaat automatiseren, dat je die andere datasources ook binnen kan halen. Of kan delen, juist weer met andere systemen die er al op zitten. Nou, even een snel plaatje, hoe ziet er dat vanuit? We zijn natuurlijk bij elkaar wel een groep techneuten, dus we willen toch even graag zien hoe het er in de praktijk uitziet. Hier even een voorbeeld van onze draadloze sensor. Vroeger moesten we het allemaal bedraden. Was het aanleggen van systemen een stuk complexer. Nu kan het draadloos. Eigenlijk dezelfde kwaliteitmetingen die je gewend bent. Alleen een iets makkelijker aangelegd. Dan gaan we eens kijken naar de softwarekant. Je ziet hier eigenlijk een paar beeldschermplotjes van onze traditionele observer software. Daar konden we al best een hele hoop automatisch in meten. We konden er lage schades in aangeven die automatisch gedetecteerd werden. Tandingrijpfrequenties. Nou ja, eigenlijk alle bekende schadebeelden die we kenden, konden we daar al in voorprogrammeren. Dat is natuurlijk enorm handig als je een installatie moet analyseren. Of als je specifieke schades moet bekijken, dat voorkomt dat je elk spectrum moet bekijken, maar ook dat je alleen hoeft te reageren op alarmen. Daarachter was er nog een heel scala aan andere mogelijkheden, flexibele alarmeringen en weet ik het wat. Dat zijn natuurlijk hele leuke dingen als je een beperkt aantal sensoren moet gaan meten. Maar als je naar de toekomst gaat kijken, wat wij verwachten is dat het aantal online metingen alleen maar zal toenemen. De behoefte aan die online data neemt toe. Dus je moet gaan nadenken, ja, hoe moet ik omgaan met enorme bakken data die straks binnen gaan komen. Dus daar zijn we al mee bezig. En dat is eigenlijk het moment waarop artificial intelligence, zoals we dat in goed Nederlands noemen, eigenlijk om de hoek komt kijken. Je ziet hier een plaatje, een soort topologieplot, waarbij een enorme bak data over een langere periode binnenkomt, en waarbij eigenlijk intelligente software niet alleen op basis van trillingsdata, maar op basis van meerdere databronnen gaat kijken naar afwijkingen,
de qualities. Maar dat niet alleen, ook meteen gaat kijken wat zijn de meest aannemelijke faalwijzes die ik op dit moment zie. En zie ik daar veranderingen in? Op die manier kan je niet meer, hoef je niet meer, in het oude systeem keek je bijvoorbeeld naar een paar honderd sensoren. Hier kan je een paar duizend sensoren binnenhalen en een hele vooranalyse laten doen. Zodat eigenlijk simpele faalwijzes al door de software gepakt worden. En dat jouw dure analyseman eigenlijk alleen maar zijn tijd hoeft te besteden aan de complexe installaties. Dus dan heb ik, als ik dan terugga naar deze slide, ga ik eigenlijk de stappen van analyse en diagnose, die ga ik al automatiseren. Dat brengt me eigenlijk naar de volgende, want dan blijft een stukje prognose over. Als ik op dit moment kijk naar een stukje prognose, ik zei het net al, hier in het laboratorium kunnen we dat heel goed uitrekenen. In het veld blijft het vaak een stukje ervaring, een iteratief proces. Ik meet een schade, nou prima, we weten allemaal, de ervaren mensen die hier meeluisteren, dat een lage schade niet betekent dat je hem meteen moet uitbouwen. Dus we gaan eens kijken hoe ver je die schade kan laten ontwikkelen. En op een goed moment demonteer je het lager en dan wil je ook gaan kijken van oké, is dat lager er op tijd uitgehaald of is dat lager er te vroeg uitgehaald? Wat was de restlevensduur? Of ben ik door het oog van de naald gekropen? En op die manier kan je de werkelijke prognose op een gegeven moment doen van oké, dit beeld komt overeen met dit schadebeeld in het lager. En dan kan je echt iets gaan zeggen over de restlevensduur. Ook die stap wil je natuurlijk op een gegeven moment verder gaan automatiseren. En dan gaan we eigenlijk kijken naar analyse van meerdere databronnen. Dit is een klein plaatje en dan moet je een beetje door je oogharen kijken. We gaan hier eens kijken wat is de accuratesse van de voorspelling die je met verschillende methodes kan doen. Kan je met die methode een echte grondoorzaak achterhalen? Hoe schaalbaar is het systeem? Kan je er een redelijke meting tot de tijd dat die werkelijk stuk gaat meedoet? En wat zouden de kosten van implementatie zijn? Dus een beetje door je oogharen gekeken, kan je bijvoorbeeld zeggen dat trillingsmetingen, akoestische emissiemetingen, een redelijke accuratesse hebben van voorspelling. Schaalbaarheid, je kan er een hele goede root cause mee doen. Het schaalbaarheid is wat minder. Je moet tenslotte, als je aan de gang gaat, zul je altijd sensoren moeten monteren. De time to failure, als je hem kan meten, kan je hem goed voorspellen. Kosten, die nemen af. Ik denk dat je inmiddels kan zeggen dat vaak monteren duurder is dan de hardware zelf. Afhankelijk van de applicatie uiteraard. Daarnaast heb je digital twinning, expert analysis. Denk ik bijvoorbeeld aan Simpro, onze simulatiesoftware. Daar kunnen we een hele goede, accurate voorspelling doen wat de levensduur is van de installatie. Achteraf een root cause vaststellen en de schaalbaarheid, dat wordt steeds lastiger. Kijk ik daarna een stukje manual data-driven modeling. Ik ben zelf in het verleden maintenance engineer geweest, dus daar was ik altijd gek op om met Excel en Access analyses te doen, bakken data. Daar kon ik zelf redelijke analyses mee doen, redelijk gaan pinpointen waar we problemen konden verwachten of waar we moesten werken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk, dat is echt handwerk, één man en een bak data. Kijk je naar de toekomst, is dat machine learning, artificial intelligence? Dan is eigenlijk je databron heel divers. In feite zet je de kraan van je SCADA systeem open. En het softwarepakket die kan ermee aan de gang. De kosten van zo'n implementatie zijn vrij gering. Want uiteindelijk is het hardware technisch hoef je er niet zoveel mee. Je hoeft geen sensoren bij te plaatsen. Kan natuurlijk uiteindelijk wel een beslissing zijn.
En daarmee zie je eigenlijk dat je met een rijke bron aan data en de analyse een redelijke stap kan maken. Laat niet onverlet dat je een aantal dingen mist. Wat dat betreft, je raadt hem denk ik al, als we een stukje in de toekomst kijken, of eigenlijk waar we op dit moment al mee bezig zijn als SKF, is dat we hier verschillende analyses aan het combineren zijn. We hadden traditioneel onze trillingsmeetsoftware. We hebben traditioneel onze analyse software, simulatiesoftware op de lage technologie. Sinds kort, ik denk eind vorig jaar, hebben we een artificial intelligence firma overgenomen die nu volledige SKF eigendom is. En die software gaat verder onder de naam Enlight Artificial Intelligence. En daarmee kunnen we eigenlijk het hele stukje databesturing en data-analyse veel breder trekken dan alleen trillingsoftware. Dus het gaat een stukje integratie op trillingen, maar zeker de combinatie met andere datapakketten, databronnen, wordt daarin steeds belangrijker. Waarvoor doen we dat? Trillingsoftware was natuurlijk in onze traditionele pakketten Aptitude Analyst, Aptitude Observer, waren pakketten die je met een CD-ROM'tje op je eigen PC zette. Als je kijkt, de verschuiving op de markt, gaan steeds meer partijen eigenlijk de software als een service aanbieden. Dat gaat ook bij SKF zo. Het is nog steeds als pakketten krijgen, maar eigenlijk via de cloud heb je altijd je up-to-date versie, je dataopslag is geregeld. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om ook de analyse bij SKF uit te besteden. Dat betekent dat je de expertise zelf niet meer in huis hoeft te hebben, maar dat komt bij je leverancier te liggen. Dus dat is dat kan in allerlei niveaus, kunnen we dat soort diensten aanbieden en de mensen daar het leven mee makkelijker maken. Hoe gaat dat in zijn werk? Ik denk de crux is vooral weer het delen van data. Je hebt je traditionele online systeem. Die koppeling die maak je uiteindelijk zelf met je computer naar je PLC-systeem met de IMX 1.8. Naar een PLC-systeem, dan heb je toch weer die bredere databronnen om de data uiteindelijk te kunnen analyseren, delen via de cloud. Analyse eventueel door een externe partij, maar ik denk dat deze link ook belangrijk is. Dit is een API die we gebruiken eigenlijk om data weer te delen met andere partijen. Hetzij voor verdere analyse, hetzij voor dashboarding. We zijn er nu ook mee bezig van een aantal klanten dat we gewoon gaan rapporteren via dashboards. Dat zijn dit soort constructies waarbij je gewoon ziet dat standaard pakketten als een Microsoft Azure, Microsoft Power BI. Natuurlijk van alle kanten word je er al mee doodgesmeten, maar je kan de kwaliteit daarvan kan je niet ontkennen. Hebben partijen natuurlijk niet de kennis om een spectrumanalyse te doen, maar willen wel graag up-to-date informatie hebben wat de staat is van hun installatie. Het mooie van dit soort combinaties is dat je natuurlijk via Azure weer je databronnen kan combineren. Wij zijn natuurlijk uiteindelijk met onze apparatuur maar een klein leveranciertje van data. Dus daar zitten ook hele andere bronnen bij. Daar kan je je SCADA-systeem aan koppelen. Maar je kan ook zeggen, ik wil mijn CMMS-systeem dan koppelen. In dit voorbeeld zit er volgens mij ook hier de work order backlog zit daarin. Een klant die wil gewoon weten, ja, dat is ook work order backlog. Vertelt mij ook iets over de kwaliteit van mijn onderhoudspartij. Dus die wil ik graag ook zien. Dus je kan weer die databronnen combineren. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat je ook je doelgroep waarmee je data communiceert anders wordt op die manier. Traditioneel zijn onze softwarepakketten toch voor techneuten geschreven. En op die manier kan je een klant, ook je onderhoudsmanager,
van directe informatie voorzien. Deze wou ik ook delen. Dit is eigenlijk een beeldschermplot van ons nieuwe softwareplatform, SKF Enlight Center. Maar er zit een klein twistje in. Ik denk dat dat wel leuk is om even te delen. Want ik benadruk de hele tijd al delen van data. Klanten zijn niet meer geïnteresseerd in 20 schermen van 20 leveranciers. Het scherm wat je hier ziet is eigenlijk gewoon het scherm van ons nieuwe softwarepakket, Enlight Center. Maar je ziet hier bovenin dat het scherm powered by Mindsphere is. Nou ja, velen van jullie zullen bijvoorbeeld ook al weten dat Mindsphere natuurlijk de cloud versie is van Siemens. Dus als je het hebt over het delen van databronnen, het combineren van databronnen. Nou, in dit geval hebben we voor een klant eigenlijk onze Enlight Center ondergebracht in Mindsphere. Zodat die klant eigenlijk maar één scherm heeft om naar zijn installatie te kijken. En daar op een goede manier zijn analyses op kan doen. Dus kort samengevat, even terug naar hoe zien wij de toekomst? De toekomst wordt veel technologischer. Slimmere sensoren, draadloze sensoren. Veel breder visnet aan data binnenhalen. Niet alleen met trillingen, maar ook andere signalen binnenhalen. En het combineren van data zal veelal de kluk zijn naar betere oplossingen. Artificial intelligence gaat daarbij helpen om dat op een slimme manier te controleren. Want die hoeveelheden data worden natuurlijk veel complexer. En ik denk dat dat voor ons en voor ons allemaal de toekomst wat makkelijker gaat maken. En ik denk dat ik daarmee 34 minuten keurig in het half uur gebleven ben. Ik weet niet of er vragen zijn, Franklin. Ja, we hebben wat vragen gekregen eigenlijk. Even bovenaan beginnen. Peter Bonis vraagt eigenlijk, hoe lang gaat de accu van de sensor mee? Nou, die accu van die sensor is natuurlijk, iedereen die een elektrische fiets heeft, weet natuurlijk dat een accu, de levensduur, dat mede bepaald wordt natuurlijk ook mede door temperatuur. Dus daar moeten we rekening mee houden. In principe is de sensor ontwikkeld met de gedachte dat die 4 tot 8 jaar mee moet gaan. Met een meetsetting grofweg van zeg 3 keer per dag een numerieke meting. Hè, van temperatuur, trillingen, onze lagere detectietechnologie en ruwe acceleratie. Dus 3 numerieke waardes per dag en dan 1 spectrum tijdsignaal per week. Dan moet hij ongeveer 4 tot 8 jaar meegaan. Nou is het leuke van die draadloze sensoren dat ze ook een mesh netwerk creëren. Dus dat betekent eigenlijk dat die sensoren onderling de data van hun buurmannen kunnen routeren naar de gateway toe. Dus gaat een sensor heel veel routeren van zijn buurmannen, ja, dan zal die accubatterijspanning natuurlijk ook sneller leeglopen als het ware dan degene die niks routeert. Dus het is afhankelijk van. En temperatuur is daar natuurlijk ook nog een belangrijk facet in. Maar de ervaring is, het is onze tweede generatie van draadloze sensoren, dat we die levensduur gewoon halen. Dat hebben we ook uit onze vorige draadloze sensoren geleerd. Volgende vraag was, hoe wordt de sensor gemonteerd? Nou, die sensoren kunnen gemonteerd worden op verschillende manieren. Wat we standaard toepassen is eigenlijk gewoon een schroefstutverbinding. Dus elke sensor, ook zo'n draadloze sensor, daar zit een klein stutje in, een klein draadeindje in. Meestal is het een kwart 28 UNF, kan ook M6 zijn, kan ook M8 zijn. Dat we die eigenlijk op een soort schroefstut bevestigen. En die schroefstut kun je weer schroeven in je machine of lijmen. Dus met 2 componenten metaallijm. Je moet natuurlijk een goede overdracht daarin hebben. Hoe kun je op een laag toerental de trillingen meten? Nou, het kenmerk van een laagtoerige toepassing is dat we eigenlijk, ja, dat je eigenlijk veel overrollingen wil hebben. Stel dat je een beschadiging in een lager wil hebben, of wil herkennen, vroegtijdig wil herkennen, betekent dat je automatisch veel meettijd nodig hebt. Bij de toepassingen van een paar toeren per minuut kunnen we heel goed meten, maar je hebt daar veel meettijd voor nodig. Zo'n draadloze sensor, op het moment dat wij dus heel veel meettijd gaan vergen van zo'n draadloze sensor, trekken we die batterij weer leeg, gaan we die 4 jaar, 8 jaar niet halen. Dus op dit moment, we zitten nu in het begin, op de levenscyclus van die online sensor, die draadloze sensor waar we dan over praten.
is die eigenlijk gespekt dat die 1,6 seconden per keer kan meten qua tijdsignaal. Dus dat betekent eigenlijk dat we daar tot pak een beet 500 applicaties, misschien ietsje lager zeg ik ook, maar wel puur voor onze lage foute detectortechnologie, dat we daar, want we hebben een gebied eigenlijk van 0 tot 1000 hertz met 1600 lijnen. Dus dat is op dit moment een beperking. Dat zal groter gaan worden. We zullen er vrijer in worden, maar dat zal op termijn gebeuren. Het zal puur firmwarematig gebeuren. Dus dat betekent dat die sensoren niet vervangen hoeven te worden, maar dat er gewoon een firmware-update plaats gaat vinden. Met de IMX 8, dus vast bedraden sensoren, dan kunnen we dus echt gewoon naar een paar toeren per minuut gaan. Dus zoals LUFO's, roerwerken. Heb jij nog een in je gedachten? Nou ja, we hebben ze toch langzamer minder dan 1 ommuntel per minuut. Kijk, in feite maakt het toerental niet uit. Hè? Wat je wil met een laag toeren installatie, is dat je die schade pakt. En om echt te herkennen als wat voor een type schade het is, wil je met een bepaalde, met een lange meettijd, wil je repeterend patroon herkennen, zodat je hem kan terugrekenen naar een oorspronkelijke faalwijze. Ja. Dus ik zou bijna zeggen, al draait die 1 ommuinteling per dag. Dat is geen probleem. Ja. Als je maar een paar dagen meet, dan kan je hem op een gegeven moment het repeteren en de patronen herkennen. Precies. Kijk, en daarnaast natuurlijk wel heel belangrijk, zeker bij langzaam draaiende toepassingen, is vooral hoe bevestig je je sensor. Die moet je dus echt wel heel goed, metaal op metaal. Dus niet dat er nog een dikke verflaag op zit en dat je op die verflaag je sensor gaat lijmen. Gaat allemaal niet goed werken natuurlijk. De volgende vraag was eigenlijk van hoe hou je de data, dat is van Peter Nijholt, hoe hou je de data in de cloud veilig en deel je geen data van een klant aan een andere klant? Nou, wij hebben in principe voor het concept gekozen, ik denk dat SKF daar een goede keuze gemaakt heeft, dat de data ten alle tijde eigenaar, of dat de klant eigenlijk de opdrachtgever eigenaar is van de data. Wat we doen eigenlijk is dat we per klant eigenlijk een database opbouwen, dus dat betekent eigenlijk dat de kans dat een ander in een andere database kan kijken, die is gewoon is niet aanwezig. Daarnaast hebben we een white paper, er is een document beschikbaar, die kunnen we opsturen, waarin eigenlijk SKF omschrijft van hoe wij die cloud georganiseerd hebben, ook in het kader van security. Tot nu toe hebben wij, door dat te delen met IT, eigenlijk geen weerwoord gekregen van IT-specialisten. Wij gebruiken daar de services van Amazon. Dus het is wereldwijd behoorlijk doorgetrokken en serieus geworden. Ook daar hebben we heel veel volwassenheidsstappen in genomen. Dus we kunnen die white paper gewoon delen met jullie, dat is geen probleem. Komen er ook slimme lagers? Dus die zijn er al. We hebben lagers met fiber optics er al in zitten. We hebben lagers waarin in de wentellichamen al sensoren in zitten. Het is alleen van, wat mag het kosten? Vaak zijn die special van die lagers, dat zijn behoorlijk dure toepassingen. Ja. Maar we verwachten dat daar wel stappen gemaakt gaan worden, dat zeker. Ja, ik denk voor die slimme lagers, we hebben natuurlijk al, ze bestaan al langer. Ja. Begonnen met lagers die een toerental en een draairichting konden meten. Ja. Inmiddels hebben we ook de eerste lagers in productie waar inderdaad die fiber optics in zitten, waarmee je dus trillingen, temperatuur, belasting ook kan meten, belastingsrichting. Maar dat is inderdaad, dat soort lagers hangen natuurlijk een prijskaartje aan. Precies. Dus dat is, daar moet je je applicaties op kiezen. Precies. Wim Bruning die vraagt van welk medium wordt gebruikt om de data te versturen. LoRa is aanhalingstekens. Nou, je hebt twee soorten verbindingen waar je aan kan denken. Dus we kunnen direct eigenlijk vanuit de gateway via GPRS of via het netwerk naar onze cloud toe. Dat werkt gewoon met een IP en een portadres. De onderlinge communicatie tussen de wireless sensoren, daar hebben we een specifiek netwerkprotocol voor gekozen. Daar kwamen we niet met LoRa weg. Omdat LoRa eigenlijk de data hoeveelheid die we nodig hebben om een goed onderbouwd spectrum, of eigenlijk een frequentiediagram waar we dus die lagefoutpatronen uit kunnen filteren of kunnen herkennen, dat we daar niet mee wegkwamen. En we hebben daar gekozen voor een Mira Mesh netwerk. En dat is een gepatenteerd netwerk dus van Zweedse makelij. En dat hebben we gekozen eigenlijk omdat dat protocol heel slim omgaat wanneer heel veel data over de verschillende banden, de frequentiebanden gestuurd wordt. En ook een hele hoge accuracy heeft in hetgene van wat er verzonden wordt door de sensoren en wat er ontvangt wordt. Dus dat is een Mira Mesh netwerk.
Voor de rest zie ik op dit moment geen vragen, dus ik weet niet of er nog vragen zijn. Grote stilte. Grote stilte, ja. Je scherm is niet meer zichtbaar, Oscar. Oh, mijn scherm is niet meer zichtbaar. Oh, bij mij wel, maar... Zal ik hem even... Bij mij wel, hè. Dus... Uit, en dan nog een keer. Oké, nu weer wel. Ja? Ja. Oké, excuses. Dan zal het wellicht aan mijn verbinding gelegen hebben. Oké, als er geen... Op je scherm. Ja, ik weet het. Ja. Er is nog een nieuwe vraag binnengekomen. Welke vraag is dat dan? Van Koos van Mil. Slimme lagers, is het dan ook bruikbaar voor het meten van riemspanningen? Waar zie je die? Want die zie ik niet binnenkomen. Even kijken. Helemaal onderaan staat hij. Even kijken... Heb ik die ergens gemist? Hoe zijn dat ook laat? Oh, nieuw message, wacht even. De slimme laag is dan ook bruikbaar voor het meten van riemspanningen? Ja, theoretisch wel. Ja. Kijk, die glasvezels zijn eigenlijk strenger. Dus glasvezelstrengen die als het ware in de laag geplaatst worden. En daar kan je in principe de belasting mee meten. Maar goed, dat zijn op dit moment is dat, ja, dat zijn meer de ontwikkelings... trajecten die op dat vlak lopen. Op fiberoptic. Noem je dat fiberoptic sensortechnologie gebaseerd op lagers. In lagere configuraties. Ik denk het simpele antwoord is ja. Het kan. Maar dan zouden we even de applicatie moeten bekijken. Zoals ik zei. De eerste. Type lager met fiberoptics. Die rolt nu van de band. Echt op productieniveau. Dus dan zouden we moeten kijken of die in die range zit. Ja. Ja. Komt nog een nieuwe vraag, zie ik hier zo. Hoe gaan jullie om met het analytische tekort in een gemiddeld onderhoudsteam? Nou ja, dat is natuurlijk de moeilijkste stap is te komen van data naar informatie. Hè. Dus dat je daarmee je onderhoudsteam kan aansturen. Dus wij kunnen daarin assisteren. We kunnen als een klankbord fungeren. We kunnen daar zelfs de verantwoordelijkheid naar ons toenemen dat wij de adviserend orgaan is daarin. Dus zo kunnen we eigenlijk natuurlijk de klanten van ons helpen om gegronde onderhoudsadviezen te kunnen geven. Ja. Maar dat is wel een herkenbaar probleem natuurlijk. Hè. Zeker bij oudere installaties met een wat oudere groep personeel eromheen, waar langzaam natuurlijk mensen met pensioen gaan. Zie je dat kennis verdwijnt uit de fabriek. En probeer inderdaad, nou ja, ik zou bijna zeggen, probeer die te vangen voordat ze weggaan. Het zij in je onderhoudsconcepten, het zij in je meetsystemen. Want dat is inderdaad herkenbaar. Ja. Hebben we nog een nieuwe vraag? Zijn sensoren ook onder water toepasbaar? We hebben onderwatersensoren. Ja. IP68, de meeste wat wij gebruiken zijn IP68 connectoren. We hebben ook sensoren die aangegoten zijn. Dus daar kan je sowieso een meter mee onder water. Dus ja, wat is onder water? Onder water, als we praten over onder water, 20, 30, 40, 50, 60 meter onder water. Dan hebben we daar specials voor nodig, laten we dat zo zeggen. Verzellingssensoren. Ben je een meter onder water, zou je in principe met de standaard toepassing uit moeten kunnen. Deze draadloze sensor is IP69K, dus maar goed, zelf kan die onder water. Of die dan nog een radiocontact maakt, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet. Hebben we nog niet getest. Dat is misschien een test waard. Nee, precies. Ja, ja. Oké. We zijn bijna 3 kwartier verder, dus inderdaad de geplande tijd die we hebben gekregen is hiermee voldaan. Ik wil u graag nog wijzen op de slide die op dit moment in beeld staat. Ik zei aan het begin al, dit is de eerste van een serie van 4 die we samen met het NVDO organiseren. U ziet komende donderdag is de 2e in die serie onder de titel Optimizing Your Rotating Equipment Performance. Zoals de titel al zegt, oké, wat kunnen we met z'n allen doen om onze roterende machines zo goed mogelijk te laten presteren en de beschikbaarheid zo optimaal mogelijk te laten zijn?
Daar is condition monitoring uiteraard een onderdeel van. Maar daar zijn meerdere zaken die daartoe toe kunnen bijdragen. Maandag 15 juni dan organiseren we een webinar op het gebied van de Maintenance Strategy Review. Een onderdeel van het model wat Oscar eerder in deze webinar aan jullie toonde. We gaan dan wat dieper in op de verschillende onderdelen. Hoe je je maintenance strategy kunt opbouwen. Wat daarbij komt kijken en waar inderdaad je verbeterpunten liggen. En we sluiten de rij af op donderdag 18 juni met Artificial Intelligence in Maintenance. Dit is een Engelstalige webinar, omdat die gedaan wordt door een van onze collega's van Presenso, het bedrijf wat we dus inderdaad onlangs hebben overgenomen. Een uitermate interessante sessie zal dat zijn, waar we niet alleen theoretisch, maar vooral praktisch in zullen gaan op wat Artificial Intelligence betekent. Een groot deel van deze webinar zal bestaan uit een demo van de software waar we Artificial Intelligence aan jullie kunnen tonen. Oké, ik heb inmiddels in de chatbox ook de link toegevoegd voor de website waar je ook voor deze sessies kunt aanmelden. In de handouts die we na deze webinar zullen uitsturen naar iedereen die aanwezig geweest is, zal ik ook een link opnemen naar die webinarpagina. Zodat je daar afzonderlijk of voor allemaal tegelijk je eigen zou kunnen aanmelden. Goed, rest mij namens SKF en NVDO allemaal hartelijk dank te zeggen voor uw aanwezigheid, voor uw actieve deelname. En ik wil Franklin en Oscar bedanken voor jullie presentatie vandaag. Ja, en ik hoop jullie in een van de komende 3 sessies, of wellicht een andere sessie die op het programma staat, nog een keer terug te mogen zien. Hartelijk dank. Ik wens jullie een veilige en fijne dag toe. En nogmaals, graag tot een volgende keer. Tot ziens.